Zie jij bij heel veel YouTubers in de banner links staan naar social media of een abonneerknop? In deze tip laat ik jou zien hoe jij dit kunt doen. Ik ben Michel van Check It Media en wat wij hier doen op Check It Media is jou helpen met het instellen van jouw YouTube kanaal met de best mogelijke tips die wij jou kunnen geven. Ik laat jou zien hoe je een abonneerknop en social media buttons in je banner kunt plaatsen. Log in op je account, op je YouTube account en ga naar het overgedeelte op je kanaal. Je ziet hier onderaan al links staan, deze zullen in je banner verschijnen. Klik op kanaal aanpassen. Je zult nu zien een verschijnen potloodje hier aan het einde. Klik op dat potloodje. En nu kun je dus links naar je social media of je YouTube account hier invullen. Als je dit achter je URL plaatst van je YouTube kanaal, zal als men hier op klikt meteen een pop-up venster verschijnen waarbij men meteen de kans kreeg om te abonneren. YouTube plaatst automatisch de social media buttons waarvan jij de links en de naam invult. En zo vul je dus de links en de social media buttons in hierbovenaan op je banner. Vind jij deze tips leuk? Word nu abonnee en klik op die bel om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. Wil jij meer van dit soort tips zien? Klik dan op het i'tje hierboven. Denk eraan, doe je voordeel mee en we zien elkaar de volgende keer.